Ja, een aantal jaar geleden, 2 jaar geleden, ja, ik denk dat dat 2 jaar geleden is, heb ik zo een keer een draaibank aangekocht. Die daar, ja, die. En, ja, ik moet eens zien hoe ik toch in beeld kom. En, ik heb die al een paar keer geprobeerd. Ik heb oorbelletjes gemaakt voor mijn dochter. En, dat is het. Ah ja, een toverstaf voor ons Nena. Ook een mooie. Maar nu ga ik, hoe noemen ze dat eigenlijk? Een pijp maken voor Moxa te gebruiken. Ja. Wat is dat? Wel, ik laat jullie dat zien. Zo, zelfs. Als ik eraan begin. Goed. Dus, je gaat dat zelfs zien. Zo, wat gaan we eerst doen? Ik heb blokjes genoud. Zo. De centrum is afgetekend. Links en rechts. Of boven en onder. Onder, oké. Okay. Goed. Ik moet die hier tussen de centrum spannen. Ga ik doen. Ik ga een hamer pakken en dan een keer op mappen. Maar ik heb geen. Ah ja, ik heb er een. Hier ligt mijn hamer. Ik moet daar een klein tikje op geven. Dat dat zijn puntje heeft. Ja. Dus dat is het center hier. Hup. Klop, klop, klop. Nog een keer. Ja, klop, klop, klop. Oké. En dan ga ik de center naar voren duwen. Ik draai daaraan. Hè. Hier. Hier. Even los doen. Hier. Hier. Dit is een hendel. Dan ga ik in aan draaien. Mooi in het center. Voilà. Ja. Goed. Hij draait mee en dan zetten we dat hier vast. Zo, anders staat dat nog los. Zo. Voilà. Even zien zomen. Dat is zomen. Ja, oké. Okay. Dat moet er goed zitten. Amai. Zo. Zo. Oké. Oké. Voilà. Dan moeten we die plaat hier, noemen we dat, die geleider, moeten we nog vastzetten. Dat doen we met een sleutel. Sleutel, sleutel, sleutel. Dat moet goed vaststaan. Dan moet zo wat van hoogte staan. Even onder het center. Oké. Okay. Letten. Dat er wat te gooien eruit. Andersom. Dat draait rond. Nu moet ik daar mijn straf aan buitelen. Dat is een keer verbijtelen. En ik ga dan deze pakken. Ik moet dan deze gaan ik ook pakken. Ja. Goed. Dus ik heb daar 2 buiteltjes voor. En we gaan het eens proberen. Thank you.
Oké, ça va. Dat is al wat ronder als dat rond moet zijn. Eerst gaan we dan een keer aftekenen. Ja, een smid kan ook draaien. Allee, hij zelf. Ja, hij zelf ook, maar vooral. Ja. Ik ben ook van opleiding draaier-frezer. Metaalwerker. Dus metaal draaien en frezen. Goed. Ik ga dat zo'n 80 centimeter zo maken. Zo weet, hier en hier. Een beetje aftekenen zo. Zo. Dan weten we waar dat we zijn. Dan ga ik naar hier komen ze. En dan zet ik mijn potloodje. Hier zo. Hopla. Heb je dat gezien? Simpel hè. Zo. Hier van hetzelfde. Voilà. Dan gaan we weten wat dat is. Goed, zeker. Alles stopt. Hier zo. Inderdaad. Voilà, wat gaan we nu doen? We moeten dat zo in een vorm maken tot een beetje de vrouwelijke rondingen aanneemt. Dat zeg ik helemaal. Oké. Thank you.
Okay. Wat hebben we al? Hè? Als schreeuw. Dat is een beetje, hè? Dat is het stuk dat we moeten hebben. Dan moet ik hier nog een gat in boren. Zodanig dat, ah, daar ben ik, ja. Zodanig dat daar zo'n Moxa stick in kan. Een Moxa stick, dat is om de meridianenpunten te verwarmen. Dat is voor de massage hier bij de madame. Goed? Oké. Okay. Dat was het niet. Wat moet ik nu doen? Dat er wat korter bij zitten, want ik moet dat hier schoon maken en dan is dat, is dat goed. Hopla, dan gaan we los doen. Amai. Dan gaan we proberen op te schuiven naar voren als dat nog gaat. De indruk. Ah ja, oké, okay, we zijn er. Goed zo. Zo, wat moet ik nu doen? Aan deze kant moet ik een stift maken zodat dat in mijn mijn centreus kan. Het is geen centreus, ik weet het niet meer. Ja, oké. Okay. Dat is geen centreus, dat is een met een frangveer. Een klauwplaat. Jawel, de klauwen pakt die in het stukje hout of ijzer vast. Ik was scheurpapier gaan zoeken en ik heb er gevonden met gaten in. Nou ja, want dat moet opgescheurd worden. Een scheurpapier. Dat gaat er niet. Warm aan het worden. Voilà. Dat is het al gedeeltelijk geworden. Ik heb er een gaatje in gemaakt. Nu, het staat niet echt in het centrum, want ik heb het moeten boren in mijn boormachine. En dan krijg je dat niet echt heftig, want dat is een grote diameter. Ik ben daar niet op gesteld. Maar dat kan geen kwaad. Nu komt het andere deel, en dat is het andere gedeelte. Hè. En dat is een stok voor dat vasthouden. Ja, moet ook gemaakt worden. Dus daar ga ik niet aan beginnen. Tot s'avonds. Thank you.
dat blijft staan, kijk hè. Weet je waarom? Als dat niet blijft staan, dan breek het af en dan is het kapot. Maar eerlijk gezegd, dat is nou toch niet zo goed. Hè? Nee, daar gaan we een keer even tegen mappen. Omdat dat hier in die tandjes beter in zit. Achteruit. Ai, post. Oké, wat heb ik gedaan? Ik heb hier twee slitsjes in gemaakt. Zie, kringjes. En ik ga dat dan even goed warm maken met een ijzeren draad. Maar eerst moet ik een vinden. Dus ga ik op zoek. Zelfs gevonden. Zo rap gaat dat, als het allemaal bij de hand ligt. Dus, dat is een ijzeren draad. Voilà. Ik ga het hier zo gebruiken. Even afknippen. Knippen, knippen. Hier. Can you...